jij? Ja, wat is nu actieradius? Actieradius is eigenlijk hoe ver je kan fietsen met ondersteuning. Ik kan het eigenlijk heel simpel uitleggen. In deze fiets zit een accu. En deze accu geeft stroom aan de motor. En de motor geeft ondersteuning. Hoe ver je nu kan fietsen is natuurlijk afhankelijk van de capaciteit in de accu. Fiets je vooral korte stukjes en met name in de stad. Nou, dat voldoet een accu met een kleinere capaciteit. Maar fiets je heel lang en ga je lekker toeren, is een grotere capaciteit accu heel erg belangrijk. Je kan best wel heel veel doen om de actieradius zo groot mogelijk te houden. Ik denk ten eerste je banden oppompen en natuurlijk altijd kijken wat voor ondersteuningsniveau je rijdt. Je mag erbij zingen, je mag erbij fluiten. Ga je bergop, daar kan je natuurlijk lekker ondersteund fietsen. Maar zal je merken dat de actieradius wat korter wordt. Als het heel koud is, dat vindt een accu eigenlijk ook niet zo prettig en zal er minder capaciteit in de accu zitten. We fietsen natuurlijk het liefst met mooi weer. Wat ook heel erg belangrijk is natuurlijk hoe zwaar je fiets beladen is. Want je kan heel veel meenemen op de fiets. Maar dat heeft wel invloed op je capaciteit. En natuurlijk ook dat je zorgt, als je gaat fietsen, dat je accu volledig is opgeladen. Weet je nu voldoende? Top, fietsen hè? Ik ga er ook vandoor.